carnaval kan weer, carnaval mag weer. En hier in Grandcafé Rembrandt hebben ze er zin in en zijn ze volop bezig met de voorbereidingen. Omroep Dommeland Nieuwsflits. En waar ben je nou mee bezig, Geert? Ja, met de zaak Leegruim, hè. En, ja, dat is wel best wel een heel genoeg hier. Maar als het eenmaal staat, was het wel weer heel gezellig. Hoe lang duurt de voorbereiding nou? Beginnen we een dag van tevoren? Of? Ja, hiervoor wel. We beginnen een dag van tevoren. Maar in de zaal, daar zijn we dus 3 weken geleden al begonnen. We hebben natuurlijk al een carnaval kriebelconcert gehad. Dus dat ik achter mijn huisband mee helpen. Dan zijn we een tijdje van 2,5 tot 3 uur zijn we achter helemaal klaar. Ja, ik ben nog eventjes binnen, maar volgens mij zijn er een man of 10 zijn hier aan het sjouwen. Ja, maar dat moet wel, want anders redden we dat niet. Dus we hebben ook het voordeel dat we dus alle buren werken mee, de school werkt mee, Sint-Lucas. Want logistiek is natuurlijk nog een heel gedoe. Ja, en wat doet Sint-Lucas dan bijvoorbeeld? Daar kunnen we dus het schuldterrein gebruiken voor opslag van materialen. En bij de buren, bij Monique, daar kunnen we dus ook alle stoelen en meubels van voor kunnen daar naar binnen. Ja. En Colette, heb je er zin in? Ja, hartstikke joh. Na die paar jaar dat we niks hebben mogen doen, zijn we er helemaal klaar voor. Heb je het gemist? Jazeker, ja. Al die verenigingen. En ja, we hopen dat het dit jaar maar weer een hele volle bak wordt natuurlijk. Ja, iedereen heeft het gemist, ja. Dus dat zal dit jaar wel goed worden, toch? Geert, en elke maandag met carnaval is natuurlijk politieke vee hier zo. Jazeker, dat is altijd wel een hele organisatie, maar wel ontzettend leuk om te organiseren. Moet ik zeggen, met de rest van de club. Want hoe lang is het nou niet gebeurd? 1 jaar of 2 jaar? 2 jaar niet. Ja. Dus natuurlijk corona erin gekomen. Vorig jaar mocht een week voor carnaval alsnog open. Kreeg dan niet meer rondgebreid, dat ging dus niet meer, dus nu 2 jaar geleden. Ja. Ja, maar dat is toch mooi dat het nou weer kunt dan? Ja, het is mooi dat alles weer losgelaten wordt en alles weer is zoals vanouds. Ja, dan wil ik jou ook eens hebben over het bier. Iedereen zegt, de bier is het niet normaal. Ja, dat heeft toch te maken met de brouwerij, die dus die prijzen verhogen. Ja, en dan ben je dus ook natuurlijk gebonden. En dan, ja, en overal waar je komt, de prijzen zijn overal hetzelfde. Dus als je nou Bavaria of Hertogjaan of Dommels, de prijzen liggen overal hetzelfde. Dus dan, ja, dat is gewoon jammer. Dus ja, dus alle brouwerijen gaan omhoog, dus ja, dan zal je zelf ook omhoog moeten met de prijs. Ja, want wat kost een pilsje nou hier? 3 euro, ja. Dat is wat best veel, maar ja, je kunt niet anders. Nee. En als de ontwikkeling zich doorzet, hoor ik jou straks zeggen, dan gaan we naar de 4 euro. Ja. Ik hoop niet dat dat gebeurt, want bij het is, er komt toch denk ik een bepaalde kentering. Dat eigenlijk mensen zeggen van, luister, ik vind het wat veel geld en ik ga niet meer. Dat zou wel jammer zijn. Dat zou toch? Ja, dat vind ik wel. Ik wens jou veel succes en veel plezier. Ja, dankjewel. Komt goed.